ele allemaal vrouwen hoort schreeuwen. Het is Angie. Oké, DJ, zet de kerstplaat, die kerstversie. Hoe is het met je kerstkrans? Hoe is het met je kerstkrans, Ozie? Hoe gaat het met je mistletoe? Als je weet, ik lek die mistletoe. Amsterdam, laat je horen! Ik ben zelf, mooi. Oké. We gaan beginnen met het kerstverhaal met de drie Angies. We gaan ze even naar voren halen, één voor één. En er is één regel. Als je naar voren komt, schreeuw op, gooi een string, oké? We gaan beginnen met de eerste. Helemaal uit Paramaribo. Dames en heren, laat je horen voor Paramaribo! Oké. Hier kom. Sta goed. Hier komt de kerstverhaal. Oké, daar komt ie. We gaan het spannend maken. Maak het spannend. Het was donker. Het was donker. En je weet wat er gebeurt in de donker. Je weet wat er gebeurt in hem. Meer inbraken. Maar in de kerkpraat, Maria raakte zwanger, kon je. Ze raakte zwanger. Maar ze kon niet daar bevallen. Waarom niet? Die regering had gezegd, hey, als de kind eruit komt, geef die kind aan ons. Maar Maria zei, no. Ik kan die kind niet geven aan jou. Als ik die kind geef aan jou, heb ik helemaal geen kinderbeslag. Maak je enkel kinderbeslag, kon je. Dus, toen zijn ze gegaan op de vlucht. Kijk, nu komt de ader in de mouw. Oké, kijk, daar komt hij. Nee, sorry, correctie. Het is natuurlijk de aap uit de mouw en de ader in het gras. Hè? Dus het, oh ja, in het gras, op het voetbalveld. Interesseer me niet, kon je. Bemoeien er niet mee. Hier komt het. Hey. Oh ja, nog één punt. Jozef was dom, hè. Jozef was dom. Jozef had niet nagedacht. Want kijk, ze moesten gaan vluchten, hè. Ze zocht een verblijfplek, maar hij had helemaal geen hotel geboekt. En ik denk, kon je weet het is kerst, hoogseizoen, alles is warm. Bertie reizen, kon je, boek iets. Ja, maar dus wacht eens even, er zit altijd wel een kamer te krijgen in Bastion. Oh ja, Bastion was ook warm.
ik score altijd wel bij het Marriott. Op het goede kamers. No, 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 no. Hey, mama waka. Waka nanga van der Valk. Nanga van der Valk was de van der Vals, van der Sterren, van de kiwi, van de kiwi, van de penguin. Alles was val, val, val. En flamingos ook val, val. Oké, in ieder geval. Dus, want we hebben geluk gehad, hè. Want ze kwamen een skuur tegen. En in die skuur was alles. Was waasbeertjes, krekeltjes, kleine vijfjes. Wat ook die kip. Weet die kleine kip die springt. Weet die kleine kip? Die kleine kip die springt. Die kleine kip die springt. Oh, springhaan. Springhaan, springhaan. Ja, ja. Alles was daar binnen. Alles, 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 alles. Dus, Maria ging in de grip of wat, kijk, maakt niet uit. Maria ging erin liggen. Toen ging ze bevallen. En toen kwamen de drie wezen naar binnen. Dat zijn jullie drie konjes. Jullie kwamen van die oosten, jullie gingen naar Bethlehem. Vraag je? Het gaat over het oosten, toch? Het gaat over de maar oosten. Maar definieer het oosten. Want definieer wat? Definieer. Definieer het oosten. Kijk, hij komt uit Hengelo, maar dat is ook het oosten. Hè? Bedoel je dat als oosten? Bedoel je Midden-Oosten, Verre-Oosten? Of misschien woningcorporatie het oosten? Heet nu de Alliantie? Oh ja! Misschien oost, over... west, buiten, ver, bami, bangang, interesseer me niet! Ze kwamen uit de oosten, ze gingen naar Bethlehem. Ja. Maar wat gaan we daar doen? Kijken naar de bevalling. Van wie? Van Maria, konje. Lees de Bijbel. Maria is er, konje. Maria. Ik was niet bij de bevalling van mijn eigen kind. Dat kwam omdat je vast zat. Je zat vast. Weet je nog? 1997, 5 inbraak in 10 minuten. Dat was jij, konje. Dat was jij. Boerki, wat ga jij doen? Dus het is alleen voor een bevalling dat we op Bethlehem aangaan. Aha. Nou, vind ik niet zo bijzonder. Kijk, mijn grootvader is op de boerderie geboren. Aha. Mijn vader is op de boerderie geboren. Aha. Ik zelf ben op de boerderie geboren. Aha. En mijn kleine jong is ook op de boerderie geboren. Aha. Wat ik veel erger vind, dat is dat niemand oog heeft voor het trauma dat de dieren in de kerststal hebben opgelopen. Van de ene keer kwam daar zo'n wief binnen en die ging daar liggen en een kind krijgen. Hebben ze zomaar in de kribben gelegd. Nou, die os die was weken van slag af. Daar hoor je niemand over. En daar ben ik nu mee bezig om daar wat aan te doen. Samen met mijn Jan Thieme van de Partij voor de Dieren. Konjo, je praat te veel. Wat? Waar van Bethlehem is het precies? Oh, het is in Bethlehem Centrum. In Centrum. Oh, Centrum. Daar kan ik niet gaan, mooi. Ik kan niet gaan? Waarom? Ik mag niet in Centrum, toch? Enkelband. Lachen. Oké, Harvey, wat ga jij doen? Nou ja, vanuit een antropologisch standpunt gezien is het interessant om even een bezoekje te brengen. Maar, en ik heb ook geen ster nodig, hè? Ik heb geen ster nodig. Ik toets gewoon in op de GPS. Bethlehem, Bethlehem. Of Bethlehar. let op. Wat ga je doen? Ga je naar Bethlehem? Anyway, nou, kijk, je moet het wel zo zien. Ze verwachten daar drie wijzen, hè? Maar dan kom ik daar in mijn eentje aan. Dan ben ik de enige wijze. Dan ben ik ineens wel erg eigenwijs. Harvey, in Nederlands. Wat ga je doen? Ga je naar Bethlehem? Ik blijf bij. Oké. Dus jullie zijn de drie wijzen en jullie gaan niet naar Bethlehem? Nee, en dat vinden wij een wijs besluit. Oké, maakt niet uit. Weet je wat? Andy gaat op zichzelf. Andy gaat alleen met Jezus wat drinken. Jullie hoeven niet meer naar Bethlehem. Ik ga alleen, oké? Ik ga alleen op feest vieren met Jezus. Maakt niet uit. Waar is hij, mijn jong? Waar ga je nou naartoe, man? Ja, hoe moet je daar nou in dat Bethlehem? Je kent daar helemaal niemand, man. Dat is er niks gedaan. Blijf gewoon hier, ja. Kerst, dat is een tijd, dan ben je met uw familie. Dan ben je met uw broers. Kijk dan, jong. Kijk nou eens in. Wie bent toch alle vier broers, of niet dan? Kijk nou eens in goed, jong. Wie bent toch alle ontjes? Maar ik moet gewoon... Je moet helemaal niks. Blijf gezellig met ons hier. Vandaag is mijn laatste dag verlof. Ja, en bij mij op de afdeling zeggen we altijd, samen maken we elke straf lichter. Echt waar? Ja, dat is wetenschappelijk bewezen. Echt? En ze zeggen ook, hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Ook dat is wetenschappelijk bewezen. Echt waar? Kijk jong, dit is toch dan dus mooi, niet dan?
ga eerlijk zijn, hè. Dit is de meest emotionele kerst wat ik ooit heb gehad. Serieus.